De herdenking van 133 jaar Javaanse immigratie is ook in Komowene op bijzonder wijze herdacht. Verschillende functionarissen zijn samen met president Chandrika Prasad Santokhi afgereisd naar plantage Marienburg. Bij het monument ter herdenking van de Javaanse immigratie te Marienburg zijn kransen gelegd door de bewindslieden. Verschillende culturele en culinaire attracties stonden ook op het programma. Het staatshoofd vond het belangrijk om de herdenking in Komowene te doen, omdat in dit district veel strijd is gevoerd door de Javanen. Bij de aankomst en bij de inzet van onze Javaanse immigranten hebben we bloed, zweet en tranen gehad. En dat is dan een reden om te herdenken. Maar we zijn hier ook om te vieren. 433 Javanen in Suriname. Dat wil zeggen, ze hebben hun bijdrage geleverd aan de ontwikkeling. Laat het ook zeggen hoe het is. De Javaanse gemeenschap, want Milay de Matti, ik kom ook uit de Javaanse buurt Lelydorp, zijn op een of andere wijze bescheiden. Is toch zo, Suriani? En ze eisen hun rechten niet op. Ze eisen hun positie niet op. En in alle rust en respect werken ze. Santokhi zegt dat het aan de regeerders ligt om de Javanen uit hun positie van bescheidenheid te halen en ze posities te geven waarop zij aanspraak maken. Minister Henry Ory van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur voerde aan dat de gemeenschap stil moet staan bij de bijzondere eigenschappen die de Javaanse gemeenschap heeft gevestigd in de samenleving. Ze hebben zich goed geëmancipeerd in onze samenleving. Ze hebben zich ontzettend veel ingezet in vele beroepen, kunsten, wetenschap, ondernemerschap. Ook kunnen wij ontzettend veel leren van hun eigenschappen. Het is een type van de Aziatische soort die heel rustig zich gedraagt in deze samenleving. We volgen ze, maar stille kracht van dit land op vele gebieden. Wij kunnen leren van hun attitude, hun houding, hun werklust. Kortom, enorm veel. Gisteren heb ik zelf een boek in ontvangst genomen te Sana Bujaya. Waarbij ik ook een beetje gisteravond tot laat nieuwsgierig heb zitten lezen. En ik denk het is heel belangrijk te zien hoe de ontwikkeling zich heeft plaatsgevonden van de emancipatie van onze Javanen de afgelopen 133 jaar. Ory zei verder dat er veel onderzoek te doen is over de Javaanse vestiging in Suriname. Hij stelt dat het Javanisme beter bestudeerd moet worden en veel meer wetenschappelijke publicaties mogen volgen over deze groep.